Mijn excuses dat ik net zo uitviel. Dat was niet mijn bedoeling. Meneer de Jong, geef ik u nu het woord. Sorry. Hoe is de relatie nu tussen u en uw broer? Is goed. Niet altijd zo geweest, maar nu wel. En ik heb respect voor hoe hij gevochten heeft om zijn leven weer op de rit te krijgen. En heeft u de indruk dat hij weer volledig in staat is om voor uw nichtje te zorgen? Absoluut. Ja? Want u en uw vrouw zorgen nu voor Louise. Heeft u op enig moment gemerkt dat Louise bang was voor haar vader? Dat ze zich bijvoorbeeld anders gedroeg nadat ze bij hem was geweest?